Goedemorgen, het is maandag 25 januari. Ik hoop dat jullie allemaal een leuk weekend hebben gehad, maar nu is het weer tijd voor een nieuwe week thuiswerken. We gaan eens kijken. We gaan vandaag de laatste bladzijde doen uit het rekenboekje. Daarna gaan we les 1 doen van week 2, blok 1 van rekenen. We gaan een kwartiertje werken aan de weektaak. Dan hebben we taal. Dan gaan we weer nieuwe woordjes leren. Bij spelling krijgen jullie een kort dictaatje. Estafette, een les en weer een les humpiedum. Dat staat voor vandaag op het programma. Gaan we beginnen met het rekenboekje. Je mag je voor je pakken. En als je de kaft zo hebt, hoppatee, draai hem om. En dan zie je allemaal sommen. Heel veel sommen. Een sommenmaker. Nou ja, ik heb gehoord dat ik af en toe andere bladzijden voor me heb dan wat jullie hebben. Maar we gaan in ieder geval die laatste bladzijde maken. Op die van mij, daar zie je erbij sommetjes met niet alleen maar de uitkomst die ontbreekt, maar soms ook in de som zie je dat er letters of cijfers ontbreken. Nou, die ga je maken. Doe er niet te lang over. Probeer ieder rijtje even 1 minuutje. Dus je zet een timertje aan, 1 minuutje, deze. Na 1 minuutje zet je een streepje onder de som waar je bent gebleven. Ga je door. Volgende rijtje, ook weer 1 minuutje. En zo pak je voor ieder rijtje 1 minuutje. Daar ga je mee aan de slag. En daarna pak je je blauwe rekenboek voor je. Maar voor nu zet hem heel even op pauze en ga je aan de sommenmaker werken. Gaan we door met het blauwe boek op bladzijde 8. Pak die maar voor je. En dan zie je bij de eerste opdracht, dan zie je dit soort sommetjes staan. Nou, je ziet dat die met elkaar te maken hebben. 10 eraf 10, 10 eraf 9, 10 eraf 8. Nou, 10 eraf 10, dan heb ik niks meer over. No. 10 eraf 9, dan heb ik er nog eentje over. 10 eraf 8, dan heb ik er nog twee over. En ook bij die andere rijtjes zie je dat het eigenlijk hetzelfde is. Alleen dan, ja, met andere getallen. Als we naar opdracht 1 kijken. De eerste twee rijtjes. Dan begint die ook. 20 eraf 20. Die weten we. Dat is 0. 20 eraf 8. Hoeveel heb ik er dan minder afgedaan? 2. Dus dan weet ik, hé, 2. En hoe kan je hem controleren? Eigenlijk van achter naar voren. 2 en 18 is samen 20. 0 en 20 is samen 20. En zo kan je hem nog eens controleren. Dus je gaat die rijtjes maken. En ook rijtje 4 en 5. Die ga je ook maken. Dus kijk even goed naar de som. En ga ze in je schrift schrijven. Wat wij vandaag gaan doen, je rekent plussommen en minsommen over het tiental uit. Nou, dat hebben we eigenlijk al vaak gedaan. Dat doen we altijd op de getallenlijn. Dus ook vandaag maken we de opdracht op de getallenlijn. En daarbij moeten we dus dat getal wat we eraf halen of erbij doen, moeten we splitsen. We gaan eens kijken naar opdracht 2. 38 kinderen kunnen schaatsen. 7 kunnen het nog niet. Nou, dan ga ik uitrekenen. Hoeveel kinderen zijn dat dan samen? Dus de kinderen die kunnen schaatsen en de kinderen die niet kunnen schaatsen. Hoeveel zijn er dan wel daar? Dan zitten er dus 38 erbij 7... is 45 kinderen in onze groepen. Hoe hebben zij dat uitgerekend?
Dan gaan we weer die getallenlijn pakken. Het is een erbij som. Dus ik begin vooraan met 38. Dan ga ik eerst een sprongetje maken naar het volgende tiental. Volgende tiental. 38, 39, 40. 40. Hoeveel heb ik er dan bij gedaan? Denk aan de verliefde harten. Wat moet er bij de 8 om weer een tiental te krijgen? Daar moet dan 2 bij. Dus die 7, zie je hier ook, die is gesplitst in 2 en in 5. Want 2 en 5 is samen 7. Dus dan wordt mijn volgende sprong ook 5. 40 erbij 5 is 45. Dus dat is dan ook mijn uitkomst en die zag je hier al staan. Gaan we eens kijken naar de volgende. We hebben samen 73 kinderen in onze groepen. 8 kinderen kunnen niet schaatsen. Dan zijn er 73 eraf 8 is 65 kinderen die wel kunnen schaatsen. Gaan we dat even checken natuurlijk of dat klopt, hè? Dan maken we weer een getallenlijn. Het is een eraf sommetje. We beginnen achteraan met 73. Ik ga eerst terug naar het tiental. Dus ik haal die enkele eraf. Ik haal er 3 af. Dan kom ik uit op 70. Dus die 8, daar heb ik er al 3 van afgehaald. Ik moet er nog 5 afhalen. Dus mijn volgende sprong is ook eraf 5. 70 eraf 5 is 65. Er komt even iemand binnen, dus ik zet hem op pauze. Nou, daar ben ik weer. Ja, dat is weer het nadeel. Als je op school werkt, dan komt er wel eens iemand binnen om even iets te vragen of om even iets te vertellen. Maar we gaan gewoon door. We hadden deze som uitgerekend. We zijn op 65 uitgekomen en je ziet dat zij dat ook hadden. Dus die hebben zij heel goed uitgerekend. Nou zie je de eerste 2 rijtjes van opdracht 3 hier op het bord staan. Dat zijn erafsommetjes. Het derde en het vierde rijtje, dat zijn erbijsommetjes. Die 4 rijtjes, die maak je op de getallenlijn. Even het boekje erbij pakken. Dus je hebt dit boekje gekregen met heel veel getallenlijnen erop. En daar ga je opdracht 3 op maken. Dus opdracht 1 is gewoon in je schrift. En opdracht 3 maak je op de getallenlijnen. Als je daarmee klaar bent, misschien even kijken naar de planning. Dus als je die les af hebt, ga je nog een kwartiertje aan de rode kant van je boek ga je werken. Maar we zitten nu in week 2. Dus we hebben vorige week week 1 gehad, dus weektaak 1. Vandaag gaan we dus beginnen met de nieuwe weektaak, weektaak 2. Daar gaan we mee aan de slag, een kwartiertje. Eerst dus je blauwe boek maken, de les die ik net heb uitgelegd, opdracht 1 en opdracht 3. En daarna maak je een kwartiertje je weektaak. Als je daarmee klaar bent, kom je weer terug en dan gaan we door met taal. Tot zo! Zo, we zijn klaar met rekenen. Gaan we nu door met taal. Wat moeten we voor ons pakken? Thema 5, week 2, les 6 gaan we maken. Die is op bladzijde 14 en 15, maar volgens mij dan ook op bladzijde 16 en 17. Gaan we even checken. Ja, ook 16 en 17. Dus die staat hier niet bij, maar die horen ook erbij. Dat zijn de opdrachten die we dan gaan maken. Als we gaan kijken naar de les, gaan we weer woordjes leren vandaag. Weer nieuwe woordjes. Ik heb daar hier al een paar op het bord staan. Luister mee. Een dier dat bij mensen woont, noem je een huisdier. Bijvoorbeeld een poes of een hond of een cavia. Dat zijn allemaal huisdieren, want ze wonen bij mensen, dus bij jou thuis.
Een kanarie kan een huisdier zijn. Een kanarie is een geel vogeltje dat zingt. Behalve de kanarie, een geel vogeltje dat zingt, kan ook een dwergkonijn een huisdier zijn. Een dwergkonijn is een klein konijn dat vaak bij mensen woont. Het is een huisdier. Als een dier bij mensen woont, is het gewend aan mensen. Dan noem je het tam. Tam is als een dier gewend is aan mensen. Je kunt het aaien. Een huisdier is tam. Als een dier niet gewend is aan mensen, noem je dat wild. Een wild dier kun je niet aaien. Deze dieren zijn vaak bang voor mensen. Wilde dieren leven niet bij mensen. Hier zie je al een aantal woorden in de woordkast staan. Ze hebben twee rijtjes gemaakt. Eentje van het huisdier en eentje van het wilde dier. Een huisdier is tam, dus die is gewend aan mensen en die kan je dus ook aaien. Een wild dier is wild, die zou ik niet aaien. Dat vinden ze niet fijn. Die zijn dan niet gewend aan mensen en die zijn ook vaak bang voor mensen. Nou, voorbeelden van een huisdier is een kanarie of een dwergkonijn. Misschien weet je zelf ook nog wel voorbeelden van een huisdier. Misschien heb je zelf thuis een huisdier. Wilde dieren, dat kan bijvoorbeeld een vos zijn die in het bos woont. Of wilde konijnen, die heb je ook in een bos. Of vogels die rondvliegen, die zijn niet gewend aan mensen. Die vinden dat ook niet fijn om bij mensen in de buurt te komen. Gaan we kijken naar de... volgende tip, dat is een hele goede tip. Ze zeggen, als je woorden goed wilt leren, dan moet je ze vaak oefenen. Dus nu zijn we woordjes aan het leren en we leren wat ze betekenen. Maar als je ze dus goed wilt leren, dan moet je ze ook vaak lezen. En zo ga je dat onthouden. Dan hebben we hier... nog iets en er hoort weer een verhaaltje bij. Ik zei net van deze zin, van de woordjes goed leren, dat moet je vaak oefenen. Dat is een tip. Ik noem dit een tip. Hoe je het ook kan noemen, dat is een goede raad. Als je een raad geeft aan iemand, probeer je hem te helpen. Volgens mij moet je vaak oefenen met woorden als je ze goed wilt leren. Dat is mijn raad. Ik probeer jullie daarmee te helpen. Jullie kunnen deze raad opvolgen. Dat betekent dat je doet wat ik zeg. Als je vaak gaat oefenen met woorden, volg je mijn raad op. Je kunt mijn raad ook naast je neerleggen. Als je mijn raad naast je neerlegt, doe je niet wat ik zeg. Je gaat dan niet oefenen met de woorden. Maar dan leer je ze dus ook niet zo goed. Hier zie je een woordspin. Je ziet de raad. En dan kan je die raad die kan je opvolgen. Dus je doet daar iets mee. En dan leer je dus de woordjes goed. Of je legt het naast je neer. Je denkt, geen zin in. Je legt het naast je neer. Maar dan leer je de woordjes ook niet goed. Dus dat zijn ook weer woordjes die we gaan onthouden. We gaan eens kijken naar bladzijde 14 en 15 in je taalboek. We beginnen met dit stukje. Toen ik klein was, had ik een kanarie. Ik vergat hem eten en drinken te geven. Op een dag ging hij dood en dat was mijn schuld. Wat vond ik dat erg. Een dier moet je goed verzorgen. Luister naar de raad van de dierenarts. Lees wat er op het pak met eten staat. Laat je hond uit en maak de kattenbak schoon. Sylvia van den Heden. Je ziet daar woordjes dik gedrukt. Een kanarie en de raad. Die zie je ook hier weer terugkomen.
de raad. Iemand probeert je te helpen. Daar gaat hij. Hij zegt wat je volgens hem het beste kunt doen. Nou, en die raad die kun je opvolgen. Dus je doet wat er wordt gezegd. Of je legt hem naast je neer. Dan doe je niet wat er wordt gezegd. Die hebben we net gezien in een woordspin. De kanarie, die staat daar ook. Druk er weer op. Daar staat hij. Dat was een vogeltje dat zingt. Een kanarie is vaak geel. En we hebben nog meer woorden die we net ook hebben geleerd. Dwergkonijn, een klein konijn dat bij mensen vaak als huisdier woont. We hebben geleerd wat tam is. Tamme dieren zijn gewend aan mensen en die kunnen ze aaien. We hebben geleerd wat wilde dieren zijn. Wilde dieren zijn niet gewend aan mensen. Je kunt ze niet aaien. En een huisdier, dat is een tamdier dat bij mensen woont. Dus dat zijn de woordjes die we nu al hebben geleerd voor vandaag. Er komen nog meer woordjes. En die komen in de volgende tekst. Hoor je die? Daar gaat hij. Lees maar mee. Een tamme goudvis. Uil komt zijn goudvis halen. Ik heb hem tam gemaakt, zegt Vos trots. Hij komt als ik hem roep. Vos pakt de bus met voer. Vis, vis, roept hij. Dan schudt hij wat voer uit de bus. En ja, de vis komt meteen. Wat leuk, roept Uil uit. Ik wil het ook eens proberen. Uil strooit nog meer voer in het water. Hap, hap, doet de vis. Nu ik weer, zegt Vos. Elk om de beurt, zegt Uil. Dat is een leuk spelletje. Uil voert de vis en Vos voert de vis. En de vis zelf, die eet en eet en eet. Haas komt kijken. Ze is verbaasd. Hoe komt het water zo vies en vuil? Wat hebben jullie uitgevoerd? Vraagt ze. Niets, lacht Vos. Wij voeren niet uit. Wij voeren de vis. Ja, wij maken hem tam, knikt Uil. Maar daar is Haas het niet mee eens. Jullie maken hem ziek, zegt ze boos. Heb je de handleiding niet gelezen? Op de bus staat, geef niet meer voer dan de vis op kan. Hij had erge trek, beweert Uil. Hij lust nog wel meer, vindt Vos. Hij zal heus niet verhongeren, zegt Haas. Maar nu moet er wel vers water in de kom. Dat is een vervelend karwei. Vos kijkt naar Uil en Uil kijkt naar Vos. Dat moet jij doen, Uil. Het is jouw huisdier, zegt Vos. Maar jij was de verzorger, Vos, zegt Uil. En dus doen ze het samen. Dat was het verhaaltje over de tamme goudvis. En ook daar hebben we weer allemaal woordjes in gehoord. We gaan nog eens kijken naar deze woorden. Die stonden daarin. Uitvoeren. Iets doen of ergens mee bezig zijn. De handleiding, een tekst die uitlegt hoe je een apparaat moet gebruiken. Verhongeren, dus doodgaan van de honger. En de verzorger, iemand die voor mensen, planten of dieren zorgt. Dat zijn de woordjes die we vandaag hebben geleerd en waar we ook mee aan de slag gaan. Want als we kijken naar de volgende les, naar 6b, eerst kijken naar de instapkaart, daar zie je nog eens alle woordjes die we hebben geleerd. Dus de handleiding, uitvoeren, verhongeren, de verzorger. Dan hebben we hier de woordspin met de raad die je kan opvolgen of die je naast je neer kan leggen. En hier de woordkast met het huisdier. Huisdier is tam, bijvoorbeeld een kanarie of een dwergkonijn. Of het wilde dier. Die is wild, die kun je dus niet aaien. Daar gaan we mee aan de slag. Opdracht 1. Opdracht 1. Is het een huisdier of een wild dier? Schrijf het 1. De kanarie. Daar hadden we net al van geleerd
dat is een huisdier. Dus dan schrijf je op 1 huisdier. Gaan we kijken bij 2. Die hebben we ook al gehad bij de woordjes. Het dwergkonijn. Het dwergkonijn, dat was, kijk maar bij de woordjes die we net hebben geleerd. En dan schrijf je op 2 en dan kies je of voor huisdier of voor wild. Een wild dier. En zo doe je dat ook bij de kat, bij de gorilla, de hond en de ijsbeer. Dat is opdracht 1. Bij opdracht 2. Tante Dinges is altijd woorden kwijt. Welke woorden bedoelt ze? 1. Ik bedoel een dinges, een vogeltje dat geel is en zingt. Wat bedoelt ze dus? Dat vogeltje wat geel is en zingt. Dat was een kanarie. Dus dan schrijf je op 1 kanarie. En zo doe je dat ook met de andere. Een dier dat je kunt uitlaten. Nou, je ziet er ook al een plaatje bij. Zo'n dingesdier. Nou, wat moet daar op dat dingesdier komen? Wat moet op die puntjes komen? Dat gaat dan natuurlijk over een... Ik zeg hem niet voor. Jullie gaan deze opdracht maken. Opdracht 3. Maak de zinnen af. 1. Het voorbeeldje. Iemand probeert je te helpen. Hij geeft je goede... Hij geeft je een goede raad. 1 is dan raad. Als je het even niet meer weet, dan kijk je weer terug in je lesboek. Op bladzijde 15. Daar staan al die woordjes nog eens uitgelegd. Dus dan kan je altijd terugkijken, zodat je het wel weer even weet. Opdracht 1, 2 en 3 van taal, die ga je nu in je schriftje maken. En we gaan zo meteen door met spelling. Dan gaan we nu door met spelling. Als je kijkt op je weektaak, je dagtaak, dan zie je bij spelling staan thema 5, week 2, les 5, in je werkboekje op bladzijde 8. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over woorden met de korte en de lange ei. Daar hebben we in thema 3 hebben we daar ook al aan gewerkt en daar gaan we nu nog eens mee oefenen. Bij de korte ei, daar hoort ook het ei-verhaal. Dat kan ik jullie nog zo meteen gaan voorlezen. Nou, je ziet hier voorbeeldjes. Terrein is met een korte ei en ijs is met een lange ei. Woorden als trein en ijs, dat zijn weetwoorden. Dus die moet je gewoon uit je hoofd leren. Daar is geen trucje voor om die te onthouden. Maar het ei-verhaal kan je daarbij helpen. Daarom lees ik die nog een keer voor. Daar komt ie. Hein en Leila. Dit verhaal gaat over een keizer. Keizer Hein. Keizer Hein woont in een nogal klein paleis. Waarom dat is? Keizer Hein is de leider van een nogal klein landje. Dit verhaal gaat ook over de dochter van Keizer Hein. Zij heet Leila. Leila woont ook in het kleine paleis. Het is een mooi meisje. Ze heeft stijl blond haar en blauwe ogen. Haar moeder leeft niet meer. Dat is niet leuk. Maar het is wel een feit. Daarom doet Leila veel werk in het paleis. Niet dat keizer Hein dat van haar eist. Leila doet dat uit haarzelf. Ze dweilt, ze breidt haar eigen kleren, ze bakt af en toe een ei. Ook zorgt ze voor de geit. Die geit staat in de wei, met de poten in de natte klei. Elke dag geeft Leila hem verse eikels en soms wat stukjes sprei. Die doet ze in een oude zinken tel. De geit is dol op eikels. Ook prei vindt de geit erg lekker. Het is nu eind mei. De oude eik op het plein staat in bloei. In mei gaan keizer Hein en Leila vaak op reis. Keizer Hein
heeft een eigen zeilboot. Keizer Hein zeilt heel goed. In zeilen is Keizer Hein een kei. Keizer Hein heeft ook een eigen trein. Daarmee reizen ze als er storm dreigt. Als er storm dreigt, is zeilen best eng. Vandaag is de lucht erg donker, dus gaan ze met de trein. Ze zitten samen voorin. Ze kunnen nog niet weg. Het sein staat op rood. Even wachten dan maar. Gezellig, zegt Leila. Ze kruipt tegen Keizer Hein aan. Wat zei je? Vraagt Keizer Hein. De trein maakt nogal veel herrie. Gezellig, zegt Leila nog een keer. Nou en of, zegt Keizer Hein. Het gaat vast een leuke dag worden. Alle woordjes die je hier hoort met de ei, die zijn ook geschreven met de korte ei. Als je kijkt op bladzijde 78 in je werkboekje, dus achter in je werkboekje, dan zie je ook dat daar een plaatje bij hoort van het ei-verhaal. Dat is dit plaatje. En er staan ook heel veel woordjes op die je schrijft met de korte ei. We gaan nog even kijken naar het volgende filmpje. We gaan het hebben over woorden met korte ei of lange ei. Waar is Gerrit nou? Hij zou komen helpen. Was dat Gerrit op die trein? Hé, trein is een woord met korte ei. Wat is dat nu? Ben je op vakantie? Maar je zou toch helpen met een woord met lange ei? Oh, ijs. Dank je wel, Gerrit. Ijs is een woord met lange ei. Woorden als trein en ijs zijn weetwoorden. Je leert ze uit je hoofd. Het ei-verhaal kan je daarbij helpen. Waar we gisteren en eergisteren mee gewerkt hebben, of niet gisteren en eergisteren, voor het weekend hebben we daarmee gewerkt. Dat waren de atjes au en de otjes au. Dus de atjes au van bouw en de otjes au van hout. De atjes au schrijf je met de a en de e, de otjes au met de o en de e. Nou, ook dat zijn weetwoorden, dus die moet je ook eigenlijk uit je hoofd weten. Daar is geen trucje voor om die te leren, die moet je gewoon weten. En daar kan het au-verhaal jou bij helpen. Het au-verhaal, die lees ik voor in de filmpjes van vorige week. Dus daar kan je nog altijd naar terugkijken. Wat we vandaag gaan doen, is het korte dictaatje. Dus ik lees dadelijk 8 woordjes voor en die schrijf je op je werkboek, of in je werkboek, schrijf je die dan op. Dat is op bladzijde 8. Die mag je voor je pakken. Daar gaan we. Woordje 1. Ik woon in een fijne wijk. Schrijf op wijk. Zet hem even op pauze en dan kun je rustig opschrijven. Gaan we naar woordje 2. Daar vind ik het fijn. Schrijf op fijn. Zet hem weer op pauze. Zin 3. Ik speel altijd met een leuk meisje. Schrijf op meisje. Zin 4. Zij is iets ouder dan ik. Schrijf op ouder. Zin 5. Zij is de leider van onze groep. Schrijf op leider. Nummer 6. Dat vinden sommige kinderen een beetje flauw. Schrijf op
flauw. Zeven. Soms doen we touwtjes springen. Dat doen we met een lang touw. Schrijf op touw. En nummer 8. Kom je gauw eens bij mij spelen? Schrijf op gauw. Dat was de les van spelling van vandaag. Dus morgen gaan we weer door en dan maken we de lessen of de opdrachtjes die bij les 6 horen. Voor nu mag je je estafette spullen voor je pakken. Dan gaan we daarmee door. Wat gaan we bij estafette doen? Je ziet het, les 11. Je omnibusboek, bladzijden 18 en 19 heb je nodig. Vloeiend en vlot, bladzijden 22 tot en met 25. En je werkboekje 22 en 23. Pak die maar eens voor je. En dan gaan we daarmee aan de slag. Nou, gelukkig doet hij het vandaag wel. We gaan beginnen met automatiseren. Dus met het flitsen van de woordjes. Kijk mee. En lees hardop mee. Daar komt ie. Strooien. Lopend. Gehoorzamen. Nieuwjaar. Broodje. Boompje. Zwemmen. Uitschakelen. Lieveling. Jazeker, leeuwenhok, rotsblok, struik, kruipend, handig. Nou, hebben jullie goed meegedaan? Dan gaan we nu iets sneller oefenen. Daar komt ie. Strooien, lopend, gehoorzamen, nieuwjaar, broodje, boompje, zwemmen, uitschakelen, lieveling, jazeker, leeuwenhok, rotsblok, struik, kruipend, handig. Oeh, dat ging snel. Dan gaan we nieuwe woordjes pakken. Doen we even iets rustiger. Jullie lezen nu alleen, hè? Zet hem op. Nou, dat waren ze. Dan gaan we door naar het volgende. Hij springt dadelijk om. Ja, nou, wat zie je? Is de vraag. Gaan we eens even terug. Dit staat in je omnibusboek op bladzijde 18 en 19. Dat is de tekst. Je kijkt even naar de titel Geloofsfeesten. Je ziet hier staan Kerstmis. Ja, dat is een moeilijk woord. Hier staat, je zegt, Chanukka. Oh, waar gaat die? Die wil ik niet. Zo wil ik hem. Ja. Chanukka, zo spreek je die uit. Suikerfeest en holyfeest. Dat zijn voorbeelden van geloofsfeesten. En je ziet hier ook een inleiding. Ja. De vraag was, wat zie je? Je ziet hier op het plaatje, zie je een jongetje die steekt kaarsjes aan. Je ziet gebak. En je ziet kinderen met heel veel kleur op hun gezicht. Waar zal deze tekst over gaan dan, denk je? Nou, ik denk dat het over verschillende soorten feesten gaat. Daar gaan we vandaag over lezen. We gaan eens beginnen met het stukje over Kerstmis. Kerstmis is ontstaan als een feest van de kerk. Er wordt gevierd dat Jezus werd geboren. Soms zetten mensen daarom onder de kerstboom een kerststal met het kindje Jezus. Maar ook als je niet bij de kerk hoort, kun je Kerstmis vieren. Nou, je ziet hier het woordje kerst. Kerst, 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 kerst. Het is allemaal blauw gemaakt.
En je ziet dat die steeds voor een ander woord staat. Bijvoorbeeld kerstmis, kerstboom, kerststal. Waar gaat het vandaag ook over? Over samenstellingen. Dus twee woordjes die samen worden geplakt. En dan krijg je een nieuw woordje uit. Hier ook. Chanukka. Je zegt Chanukka. Is een Joods feest. Het is een echt lichtjesfeest. Eigenlijk lijkt het wel een beetje op kerstmis. Hier zie je ook weer twee samenstellingen. Lichtjesfeest en kerstmis. Dus je hebt twee losse woordjes. Lichtjes en feest. Maar je kan er ook één woord van maken. Lichtjesfeest. Daar gaan we vandaag mee aan de slag. Als je leert lezen van samenstellingen, dat leren we dan goed en vlot te lezen. En waar we nog op gaan letten, is belangrijke woorden nadruk geven. Dan ga ik even door. Hier het filmpje over belangrijke woorden nadruk geven. Een vlinder is groter dan een mug. Laat bij het lezen horen welke woorden belangrijk zijn. Geef die woorden nadruk. Druk daar met je stem op. Een vlinder is groter dan een mug. Dan gaan we door. Hier zie je tip 8. Geef belangrijke woorden nadruk. Gaan we eens kijken. De gele woordjes, dat zijn de woordjes die we nadruk gaan geven. Dus lees maar met me mee. In Nederland vieren veel mensen kerstmis. Maar weet je nog wat er nog meer wordt gevierd? Heb je wel eens van Chanukka gehoord? Of van het Holifeest of het Suikerfeest? Allemaal feesten waar mensen bij elkaar komen om hun geloof te vieren. In dit artikel vertellen we je er iets over. Nou, dus nu heb ik alle gele woordjes eigenlijk een beetje nadruk gegeven. Gaan we nu naar het filmpje over de samenstellingen. Kijk mee. Samenstellingen. Voetbal. Soms is een woord gemaakt van twee woorden. Dat is een samenstelling. Als je de twee woorden goed na elkaar zegt, dan zeg je ook de samenstelling goed. Voet en bal is dus voetbal. Sleutelhanger. Onder zee, boot. Leeuwentemmer. Tuinhandschoenen. Dat was het liedje. Het filmpje over de samenstellingen. Nou gaan we in je vloeiende vlotboekje op bladzijde 22 ook even lezen. En allemaal samenstellingen oefenen. We beginnen gewoon bij de woordjes, want dit stukje hebben we eigenlijk net in het filmpje gezien. Lees maar mee. Voetbal, sleutelhanger, regenbogen, samenwerken, onderzeeboot, boodschappentas, weekkalender,
leeuwentemmer, verkeersdrempel, opendraaien.